De mens begint te geloven dat hij zijn gezondheid deels zelf in de hand heeft. Dit zei inleider Monique Feira gisteren tijdens de openbare bijeenkomst die de Diabetesvereniging Suriname heeft georganiseerd. Het thema van de avond was patiëntenrechten, van de totaal machteloze naar de compleet zelfstandige patiënt. Feira is van huis uit jurist. De inleider vertelt verder dat er in de 20e eeuw grote sprongen zijn gemaakt op het gebied van medische technologie. Aan het begin van de 20e eeuw werden de röntgenstralen ontdekt. Met het röntgenapparaat konden voor het eerst menselijke botten in het lichaam van een levende persoon zichtbaar worden gemaakt. In 1969 werd op basis van het röntgenapparaat en wiskundige technieken de CT-scanner ontwikkeld, die behalve afwijkingen van het bot ook afwijkingen van het weefsel kon weergeven. In 1949 werd het echo-apparaat ontdekt, waarmee met geluidsgolven organen in het menselijk lichaam zichtbaar werden gemaakt. De MRI-scanner, die op basis van magnetische velden beelden van het menselijk lichaam weergeeft, werd in 1977 ontdekt. Deze technologische ontwikkelingen zorgden ervoor dat wij nu kunnen weten of er ergens in ons lichaam een gezwel zit of dat dit in relatie staat tot het omringende weefsel. Volgens Feira kunnen we met de nieuwe technologie afwijkingen in het lichaam ontdekken nog voordat er klachten zijn. De nieuwe technieken hebben echter ertoe geleid dat de artsen bij de behandeling meer afgingen op het beeldmateriaal van de apparaten dan op de symptomen van de patiënt. Aan de andere kant eisten de patiënten ook meer onderzoek met behulp van de nieuwe technieken. De relatie tussen de arts en de patiënt veranderde hierdoor en de vraag over het zelfbeschikkingsrecht van de patiënten en daarmee over de reikwijdte van de patiëntenrechten kwam aan de orde. Suriname is tot 1975 onderdeel geweest van het Koninkrijk der Nederlanden. Tot die tijd geldt voor wat de staatsrechtelijke orde betreft het statuut. In dit statuut was bepaald dat de Surinaamse wetgeving gelijkluidend moest zijn aan de Nederlandse. Een deel van de ontwikkeling van de patiëntenrechten in Suriname is daardoor vervlochten met de ontwikkelingen die in Nederland hebben plaatsgehad. Zover inleider Monique Feira gisteravond tijdens de openbare bijeenkomst van de Diabetesvereniging Suriname. De bijeenkomst is gehouden in de mantel aan de Verlengde Keizerstraat.